Tijdvak 2, de tijd van de Grieken en de Romeinen. En we hebben het al over die Grieken gehad en al over die Romeinen. En nu gaan we ze eens even samenpakken in de Grieks-Romeinse cultuur. Iets dat ook al in die video over die Romeinen voorbij kwam. Het kenmerkend aspect dat erbij hoort is de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur. En dit is dus vooral een cultureel kenmerkend aspect. Die Grieks-Romeinse cultuur die wordt ook wel de klassieke cultuur genoemd. En dat is nou al de tweede keer dat dat woord klassiek voorbij komt. En daar gaan we eerst maar eens even naar kijken. Je kent het misschien wel van klassieke muziek, zoals bijvoorbeeld die van Mozart of van Beethoven. Of een auto, een oldtimer die een klassieker genoemd wordt. Maar klassiek wil zeggen dat iets een voortreffelijk of een perfect voorbeeld van iets is. Iets dat dus blijvende waarde heeft, ook voor latere generaties. Dat altijd gewaardeerd blijft worden. En als we het dan hebben over die Grieks-Romeinse cultuur, dan gaan wij vooral kijken naar de beeldhouwkunst en naar de architectuur. Dat is de vormentaal waar het in dat kenmerkend aspect over gaat. De vormen die de Grieken en de Romeinen gebruikten in hun beeldhouwkunst en hun architectuur, waarmee zij een bepaalde boodschap wilden geven, die wordt nu nog steeds gebruikt door architecten en door beeldhouwers. En dat maakt die vormentaal dus klassiek. Maar goed, we beginnen bij het begin, we beginnen bij de Grieken. En als we dan gaan kijken naar die Griekse beeldhouwkunst, dan is dit standbeeld van die discuswerper daar toch wel eigenlijk een heel goed voorbeeld van, dat alle kenmerken van die Griekse beeldhouwkunst erin zitten. Ten eerste kun je om dit standbeeld heen lopen. Het is een driedimensionaal standbeeld. De Grieken waren de eerste die zulke standbeelden gingen maken. Daarnaast is dit standbeeld anatomisch correct. Oftewel, het is zoals een menselijk lichaam zou moeten zijn. Alles klopt. Kijk maar naar de hand van die discuswerper bijvoorbeeld. Bij die discus, daar tel je 4 vingers en een duim. Precies zoals een menselijke hand moet zijn. De ogen zitten op de juiste plek, alles is ongeveer in de juiste verhoudingen. Het is dus anatomisch correct. Maar je ziet ook meteen dat deze discuswerper naakt is. En de Grieken beelden hun goden of hun heersers vaak naakt af. Waarom ze dat deden? Nou, eigenlijk omdat ze met hun standbeelden een soort ideaalbeeld weer wilden geven. Die Griekse beelden waren dan ook altijd geperfectioneerd. Als je de Griekse oudheid zou gaan bestuderen alleen maar op basis van dit soort standbeelden, dan zou je denken dat er in die tijd alleen maar supermannen en supervrouwen hebben geleefd. Maar dat is niet. Die beelden die waren allemaal volmaakt. Door naar de Griekse architectuur. Nou ja, dan even een voorbeeld van zo'n Griekse tempel, waarin je een aantal kenmerken ziet die eigenlijk in iedere Griekse tempel terugkomen. Te beginnen met die driehoek bovenop, dat is de zogenaamde fronton of de tympaan. Daaronder zat altijd de fries, dat was een balk waarop een versiering of een bepaalde boodschap kon worden aangebracht. En onder die fries lag de architraaf. En dat was een dwarsbalk die nodig was voor de constructie. Bracht je die niet aan, dan stortte de hele tempel in elkaar. Nou, en daar weer onder zie je dus ook kenmerkend de zuilen met een kapiteel aan het hoofd. En die zuilen, daar gaan we eens even naar kijken, want er zijn een aantal zuilstijlen die heel vaak terugkwamen. Hier de drie meest voorkomende. De eerste stijl is de oudste stijl, dat is de zogenaamde Dorische stijl. Dat waren hele simpele zuilen die, als ze al een versiering hadden, heel erg simpel was. Nou, na de Dorische stijl kwam de Ionische stijl, dat waren vaak wat smallere, wat rankere zuilen en die hadden meer versiering bij dat kapiteel, vaak in de vorm van zo'n krul. En uiteindelijk kwam in Corinthië de Corinthische stijl opzetten en die zuilen die hadden heel veel versieringen bij dat kapiteel, vooral in de vorm van bladeren. En die Griekse bouwkunst en die Griekse beeldhouwkunst die kwam eigenlijk al tot een hoogtepunt zo in de 5e en de 4e eeuw voor Christus in de omgeving van Athene. En die 5e en die 4e eeuw voor Christus wordt dan ook de klassieke oudheid genoemd. Die Griekse beeldhouwkunst en architectuur was een voorbeeld voor latere generaties. Niet alleen voor nu, maar ook al in de tijd zelf of net iets daarna. Want één volk dat natuurlijk heel erg opkeek tegen die Grieken, dat waren die Romeinen. En zij namen dan ook heel veel van die Griekse cultuur over. Daar hebben we het in de vorige video ook al even over gehad, daar zie je hier nog een dia van. Maar hieronder zie je ook het centrum van het oude Rome, zoals er tegenwoordig nog bij ligt. En dan herken je al een aantal van die elementen die we net besproken hebben, zoals bijvoorbeeld die zuilen en dergelijke. Nou, die Romeinen die haalden toen ze Griekenland veroverden een heleboel Griekse beeldhouwers en een heleboel Griekse architecten naar Italië toe, om daarvan ze te leren, om hun stijl te kopiëren, maar langzamerhand gingen die Romeinen ook steeds meer hun eigen stijl eraan toevoegen. En zo ontstond eigenlijk die Grieks-Romeinse bouwstijl. Nou, wat is er dan typisch aan die Romeinse beeldhouwkunst? Dat zien we hier bij dit standbeeld van een Romeinse edelman. En je ziet al meteen een aantal overeenkomsten. Ook dit standbeeld is driedimensionaal, ook dit standbeeld is anatomisch correct, maar nu komen de verschillen. Als we heel eerlijk zijn, ja, is het niet zo'n heel knappe man bijvoorbeeld. En iets wat ook opvalt is dat deze man kleding aan heeft. De Romeinen vonden maar niks dat de Grieken al hun beelden naakt hielden. Dat vonden zij niet waardig. Romeinse beelden hadden dus vaak kleding aan.
En daarnaast waren die Romeinse beelden, en dat zie je ook zeker terug bij deze man, veel realistischer. De Romeinen waren niet op zoek naar een of ander ideaalbeeld. Ze wilden de mensen gewoon afbeelden zoals ze waren. Nou, door naar die Romeinse architectuur, waar we hier ook meteen misschien wel het bekendste voorbeeld van zien, het Colosseum in Rome. Ja, die Romeinse architectuur, dat was eigenlijk een mengeling van die Griekse stijlen. Als je bijvoorbeeld naar het Colosseum kijkt, dan zie je dat daar bij de zuilen, of beter gezegd bij de pilasters, want het zijn eigenlijk maar halve zuilen, dat daar verschillende stijlen terugkomen. In het Colosseum zijn zowel Dorische, Ionische als Corinthische zuilen verwerkt. Iets dat de Romeinen toevoegden aan de bouwkunde, aan de architectuur, was het gebruik van beton. Een nieuwe uitvinding die ervoor zorgde dat er veel meer mogelijk was. Zo maakten de Romeinen heel veel gebruik van zogenaamde boogconstructies. Dat zie je hier ook links bij dat Colosseum terug. Daar zie je een aantal van die bogen in terugkomen en dat was iets typisch Romeins. En die bogen zagen er niet alleen mooi uit, maar ze konden ook meer kracht dragen. En daardoor konden de Romeinen grotere en betere bouwwerken maken dan de Grieken. En iets anders dat typisch was voor die Romeinse bouwkunst, was het gebruik van koepels. En daar zien we hier een heel goed voorbeeld van, misschien wel het beste voorbeeld, het Pantheon in Rome. Nou, en die beeldhouwkunst en die architectuur van die Grieken en die Romeinen, die elementen die zij bedachten, ja, dat zien we tegenwoordig nog steeds terugkomen. Die worden nu nog steeds gebruikt door beeldhouwers en architecten. En die Grieks-Romeinse cultuur kunnen wij dan ook met recht een klassieke cultuur noemen.